Dit is de IJsselbrug bij Kampen. Dit is de Visserspoort in Kampen. Dit is een stadsgezicht in Kampen. Dit is een kamperui. En dit is de jeugdverkeersbrigade van Kampen. Ja, sinds kort heeft Kampen naast de beroepspolitie een jeugdbrigade. Een aantal jongens wie leeftijd varieert van 12 tot 16 jaar is in de afgelopen maanden ingewijd in de verkeersregels. Op gezette tijden zijn ze daartoe in een kamer van het politiebureau een paar uur bijeengekomen. Bij de oprichting van de brigade heeft de wil voorgezeten om deze jongens die uit verschillende milieus afkomstig zijn van de straat te houden. Het succes van deze poging is groot geweest. Aan de opleiding was tevens een cursus eerste hulp bij ongelukken verbonden. De jeugdige verkeersagentjes hebben na afloop van de cursus examen moeten doen en zijn allen geslaagd. Zij ontvingen uit handen van de commissaris hun diploma en ze zijn daarna in de uniformen die de burgerij voor hen heeft aangeschaft, geïnspecteerd door de commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel. En tenslotte mochten ze het geleerde in praktijk brengen. Op sommige punten van de stad droegen de echte agenten hun taak voor een wijle aan de jeugdige verkeersbrigadiertjes over. Hun gebaren missen nog de soepelheid en de routine van de ouderen, maar het verkeer richt zich naar hun aanwijzingen. En over gebrek aan belangstelling hebben ze niet te klagen. Door het werk dat ze doen, wordt onder andere hun verantwoordelijkheidsgevoel versterkt. Het is in vele opzichten belangrijk voor de karaktervorming van de jongens.